Welkom. Dit is het COVID-19-journaal. U weet even goed als ik dat COVID-19 ons allerlei beperkingen oplegt. Sociaal contact betekent nu voor velen van ons alleen maar nog het delen van ervaringen en emoties via social media. Niet alleen veilig, maar ook belangrijk om door een leuke attentie wat stress weg te nemen bij een familielid of een vriend. Maar ook met jezelf bezig zijn door een spelletje te spelen, te dansen of lol te hebben in een boek is voor sommigen een grote uitdaging, maar voor anderen weer niet. Thuisblijven kent natuurlijk ook wel zijn gevaren die ons immuunsysteem kunnen afzwakken. Want te vaak voor de koelkast staan leidt tot meer snacken en soms ook gewoon tot snoepen. En dat is niet goed voor je weerstand. Hier wat stressverlichtende tips van niemand anders dan Dr. Isselt. Een ander ding is dat we onze sociale contacten moeten gaan beperken door, laat maar zeggen, social media. Want we kunnen elkaar niet fysiek tegenkomen als het ware. Dus probeer dan via die social media kanalen dan contact te onderhouden met je netwerk. Hè? Je vrienden, je familie, je collega's, noem maar op. Omdat het ook belangrijk is dat je dus je ervaringen en je gevoelens ook deelt met anderen. Weet je, kijk, soms zijn we thuis en dan zitten we te denken van, hoe moet ik met deze situatie omgaan? Ik heb niemand om te praten. Terwijl als je dus dan die kanalen gebruikt, toch, om dan in contact te komen met je naasten, met je geliefden, dan kan je ook conversaties voeren, want dan kan je ook leren van hun hoe zij met die situatie omgaan. En dan kan jij tips geven, maar dan kunnen zij jou ook adviezen geven. Wat je ook kan doen natuurlijk is activiteiten ontplooien thuis. Wat voor activiteiten nou? Je kan maar een stevige Biggie Smalls afdraaien en je danst maar, weet je, je zingt mee. Maak je niet druk als het regent, dat is niet binnen je invloedssfeer. Je bent lekker thuis in je kamer bezig te dansen. Je kan yoga sessies doen, meditatie, spirituele activiteiten, bewegingsoefeningen, weet je, lekker gymmen. Kijk, als ik kijk naar mijn eigen buik, dan moet ik dat ook beginnen te doen, want die quarantaine brengt ook met zich mee dat je veel gaat eten. Maar in principe moet je ook dan gaan bewegen. En sowieso letten op je voeding. Net wat ik zei, je bent gauw geneigd te gaan naar die ijskast. Die ijskast wordt ook moe van jou. Ja? Probeer dan ook gezond te eten, omdat dat ook van invloed is op je slaappatroon, op je gezondheid, want dat hebben we nodig. Hè, om ons weerbaar te houden tegen COVID. Dat we gezond eten, letten op onze hoe zeg je dat? Immuunsysteem, dat dat niet wordt aangetast, zodat we gezond kunnen blijven. Belangrijk is ook dat we weten welke emoties we ervaren. Ja, als je een emotie ervaart, probeer een betekenis eraan te zetten. Waarom voel je je boos op dat moment? Ja, waarom voel je je eenzaam op dat moment? Waarom voel je je verdrietig op dat moment? Wanneer je het een betekenis hebt gegeven, dan kan je ook een aanpak eraan koppelen. Oké, ik voel me boos omdat ik niet naar het werk kan gaan zoals ik dat wil doen. Maar wat kan ik doen dan? Misschien kan ik iets van huis uit doen. Weet je, dus als je die emotie een betekenis geeft en beter begrijpt waarom je het ervaart, dan kan je ook een aanpak verzinnen van, hé, hoe kan ik ermee omgaan? Weet je, en dat maakt dat je die negatieve emoties die je ervaart, dan kan omzetten in positieve emoties. Je kan ook bijvoorbeeld een dagboek bijhouden. Waarvoor ben je dankbaar elke dag? Je kan beginnen met één ding, want voor sommige mensen is het een beetje moeilijk om na te denken waarvoor ben ik dankbaar. Maar het kan heel simpel zijn. Je kan iemand hebben geholpen van de winkel om die boodschappen te sjouwen naar de auto. Dat is al iets. Je bent dankbaar dat je iemand hebt geholpen. Weet je, en dat draagt dan ook bij naar een positieve instelling. Want we hebben een positieve instelling nodig te midden van deze hele situatie waarbij je hoort dat zoveel mensen sterven aan COVID. En dat zoveel mensen positief worden. Anderen zijn niet te traceren. Dus al die negativiteit eromheen moeten we dan proberen om te zetten in een positiever daglicht. Districtscommissaris Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost vertelt ons meer over de samenwerking tussen de politie en de bestuursdienst die meehelpen controleren op de naleving van de COVID-19-regels in de wijken van de hoofdstad natuurlijk. Houd je aan de regels. Geef COVID geen kans. Dat zegt DC Bolla, die beslist niet van plan is concessies te doen. COVID, dat is heel duidelijk. Daar gaan we geen concessies doen. Absoluut niet. We gaan daar op toezien dat die regels worden nageleefd. Ik mag u hier vertellen, we zijn vorige week begonnen om samen met de politie en de bestuurdienst het beleid van de regering te ondersteunen. En dat is, check voor mij, controleer voor mij op straat, wijkniveau, hoe de mensen zich gedragen.
Ja? We weten dat de politie al onderbemand is, onderbemand is. Ze hebben weinig materieel tot beschikking. Ik ben ingekomen, ik heb gezegd nee, laat het een collectieve gezamenlijke actie worden. Bestuurdienst samenwerking met de politie. Mm-hmm. Ik juich die samenwerking toe. Ik heb gesproken met inspecteur Soesenbach, met inspecteur Boldewijn. En we hebben goede afspraken gemaakt. Ja? Ik heb ook goede afspraken met de bestuurdienst gemaakt. Mm-hmm. Harde afspraken. Afspraken zijn op papier gezet. Enzovoort, enzovoort. En we kijken ook naar de verantwoordelijkheden van de resortleiders, want zij moeten dat verder monitoren. We hebben hier in Noord 5 resorten. We trekken collectief op om te checken en te controleren. En ik moet zeggen, merendeel van de mensen houden zich eraan. Okay. Er zijn bepaalde resorten keurig. Resort Münder bijvoorbeeld. Weinig incidenten gehad afgelopen weekend. Maar er zijn ook resorten hier, Blauwgrond, Rainfield. Er zijn wat plekjes daar waar er een hoop entertainment is. Ja, nog steeds. En community spreading, wat zegt dat? Dat zegt juist als we veel bij elkaar komen. Veel bij elkaar. Meer dan 5, 6 en meer dan 10 mensen bij elkaar. We kennen de plekken. Die zijn al geïdentificeerd. Mooi. Ja? We gaan naar dat soort plekken toe. Waar mensen komen voor vertier, hoor. Laat het gezegd worden. Ik weet, het is vrijdag, hè? Je wilt gaan chillen, je wilt gaan relaxen, je hebt de hele week gewerkt, een beetje stress, begrijpelijk. Maar ik doe een beroep op de mensen. Geef COVID niet de kans om door te dringen in die samenleving. Want je hoort dat proces op Fugo naar normaal. Ik wil ook die dat normaal hebben. U ook, ja. De regering ook. Laat het ook gezegd zijn dat de regering niet onaangenaam wil zijn. We willen geen lockdown. We willen niet. Dat ding is hinderlijk, het is lastig. Je wordt beperkt in je bewegingsvrijheid. We willen dat niet. Echt niet, echt niet. Maar wat we wel willen, is een gezonde samenleving. Omdat we alle mensen nodig hebben in die samenleving. Dus u bent gewaarschuwd. Het valt niet echt mee voor met name onze zorgverleners in de frontline om nog maar eventjes aan ontspanning te denken. Het is een oorlog die de mensheid moet winnen van het virus dat zo tekeer gaat en dagelijks slachtoffers maakt. Daarom petje af en een thumbs op voor onze frontliners die zich meer dan ooit inzetten in de strijd tegen COVID-19. Ook buiten de eerste keer is er een leven inderdaad. En je maakt sowieso lange uren. Hè. Ook mijn collega's, ik werk met 2 directe collega's. Dat is dokter Banwari en ook dokter Kromosuto. En onze assistent, dokter Van Aksen. Ook voor ons allen is ons leven als arts ook echt veranderd. Je werkt sowieso wat langere uren nu. Je moet je voorstellen dat een gemiddeld medisch specialist 10 uren per dag werkt onder normale omstandigheden. En nu is het, ja, werktijden van 18 uren zijn niet ongebruikelijk rond deze periode. En wat je ook hebt, is dat je ook non-covid zorg biedt. Dat betekent dat je ook patiënten in het ziekenhuis hebt liggen die andere aandoeningen hebben. En die ook dus de zorg, even goede zorg moeten krijgen. En ook op onze andere intensive care afdeling ook behandeld moeten worden. Dus je maakt sowieso veel langere uren en je hebt wat langer, vaker dienst ook. En als je thuis aankomt, dan heb je eigenlijk nu veel minder tijd dat je doorbrengt met je familie. Dat is ook gewoon zo. Gelukkig is het de ondersteuning van het huis uit ook aanwezig. En je probeert toch zoveel mogelijk, want dat hoort ook. Je probeert er toch wel wat tijd vrij te maken en dat doe je ook. Maar het is inderdaad afgelopen weken en maanden heel veel lange uren is het. En het, ja, het drukt wel heel erg op je sociaal leven, maar dat moet je voor nu even opgeven. En in de hoop dat het eens wel beter wordt. Maar ja, ook het dagelijks leven is aangepast. Hè? En los van doktoren, maar ook van iedereen. Je gaat niet zo makkelijk meer mensen op bezoek. Mensen komen niet zo snel meer bij jou thuis op bezoek. Sociale evenementen die zijn ook al allemaal minder. Allemaal in het kader om ook jezelf en anderen te beschermen natuurlijk. Dus het leven is voor ons allen veranderd, ook voor de verpleegkundigen.
moeten soms, zien soms echt letterlijk dagen hun familie niet, omdat ze dan liever elders logeren. En ook een collega van mij die logeert nu even elders, omdat ze haar kwetsbare ouders niet wil blootstellen, eventueel wil blootstellen. Dus het sociaal leven is enorm veranderd. Maar ja, je hebt een doel voor ogen en je blijft het doen. En je probeert toch wel genoegdoening te krijgen als je aan het eind van de dag een patiënt doorheen hebt kunnen trekken. Maar het sociaal leven is nu voor een deel toch even on hold. Elk land heeft zijn COVID-19 eigenaardigheden. Dit valt indirect af te lezen van de statistieken per land. Aan de hand van voorbeelden schetst infectioloog Steven Vrede ons een beeld voor waarom er in sommige landen meer en soms juist minder ernstige COVID-zieken zijn. Het heeft veel te maken met onderliggende aandoeningen die per land niet gelijk verdeeld zijn. Het ligt niet aan de zorg, nee. We hebben gewoon prima zorg in de ziekenhuizen, althans as good as we can do it. Sterven aan COVID, dat is niet iets wat we alleen in Suriname zien. We zien het everywhere. Maar het verschilt per land. En bij dat land moet je altijd kijken van hoe zijn de systemen. We weten dat COVID, daar sterf je aan. Dan heb je grotere kans op sterfte als je erg overgewicht hebt. Als je heel erg een slecht gereguleerde diabetes hebt. Als je slecht gereguleerde bloeddruk hebt, een immuunstoornis, et cetera. Die aandoeningen zijn niet gelijk verdeeld in de wereld. Om u een voorbeeld te noemen, ik heb van een collega gehoord dat er, ik heb zelfs geen Facebook, maar ik heb gehoord dat op Facebook staat dat er mensen in Mozambique of zo, ja. Ik weet niet waarom ze typisch Mozambique vergelijken, een veel lagere sterfte is. En ik ben toen gaan kijken naar, maar hoe zit het met de risicofactoren? Ik heb maar één risicofactor bekeken, en namelijk overgewicht. Mozambique, een arm Zuidoost-Afrikaans land, daar heeft ongeveer 10% van de bevolking overgewicht. In Suriname, ik weet niet of je het weet, maar zitten we ver boven de 50%. Dus als je kijkt naar sterfte door COVID, en je weet dat overgewicht is een risico, dan zal je in het land waar meer dan 50% van de mensen te zwaar zijn, zal je een hogere sterfte vinden dan in een land waar maar 10% van de mensen te zwaar zijn. Dan zijn er nog andere factoren. Diabetes, heb ik u gezegd, is een grote risicofactor. En ruim voor COVID heeft een van de epidemiologen, die ook heel bekend is trouwens met betrekking tot COVID, dokter Krishna Dutt, die heeft een proefschrift geschreven over hoeveel diabeten wij hebben in Suriname. En wat in dat proefschrift staat, is dat bijna 25% van de mensen van Aziatische origine diabetes hebben. Dat is een gigantisch hoog percentage. Dat is eigenlijk het hoogste van alle bevolkingsgroepen. Dus als je in een land zit waarbij zeg maar 50% van de bevolking een Aziatische origine heeft, dan moet je de sterfte aan COVID in dat land niet vergelijken met een land als bijvoorbeeld Frans-Guyana, waar hoeveel mensen van Aziatische origine wonen daar? 5%, 10%? Uiteraard heb je een verschil in sterfte. Dus al dit soort dingen moet je meenemen bij het kijken naar wat is er echt aan de hand. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik kan wel zeggen dat het aantal doden is een percentage van het aantal COVID-gevallen. En het aantal COVID-gevallen in een land is afhankelijk van de manier waarop wij als bevolking in staat zijn om die outbreak in te dammen. Dus of we veel doden kunnen krijgen, dat is niet iets wat ligt aan de dokters of aan de regering. Of aan, I don't know what, het ligt aan ons allemaal. Als wij met z'n allen zeggen van, wij willen een minimaal aantal doden hebben, dan betekent dat we met z'n allen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dan moeten we, iemand kan je uitnodigen voor een feest,
En dan zeg je van, oh, die persoon heeft kennelijk vergunning gekregen om naar dat feest te gaan. Maar jij bent natuurlijk degene die bepaalt, ga ik naar dat feest of niet? Toch? Dus je kan niet zeggen, er is toestemming, dus ben ik naar dat feest gegaan. Nee, jij zegt, ik weet dat samenscholingen, dat spreading events zijn, dus ik blijf weg van samenscholingen. Gelukkig zijn er heel veel Surinamers die dat vermogen hebben om daar gewoon nuchter naar te kijken. Van oké, je kunt me uitnodigen en dat is leuk, maar ik zeg nee dank je, want ik doe nu even niet mee aan deze grote spreading events. Dus het is niet alleen van word je uitgenodigd, maar het is jij bepaalt of je gaat. Dus niemand kan een ander de schuld geven van de COVID-outbreak. Iedereen moet zijn deel doen. Dus wij bepalen met z'n allen samen hoeveel doden wij zullen hebben. En als we geen doden willen hebben, dan rust een enorme taak op ons allen. It's so simple is it. Het is nooit te veel om steeds weer erop te attenderen. Houdt u zich AUB aan de COVID-19 maatregelen. Ontsmet je handen op tijd, houd 2 meter afstand en draag een mondkap te alle tijden als je buiten bevindt. En zeker als je tussen mensen bent. En vergeet niet dat de partiële lockdown nog steeds geldig is van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Dus, tang na yu osso. Een fijne avond verder.